السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبركاته. بس تحكي نجيبة إن لله وإن إليه راجعون. We hebben vandaag vele mensen hebben genoten van het mooie weer, met families uit eten geweest, lekker gegeten en gedronken. En nu is het tijd weer om inshallah hasana te verdienen. We hebben jullie hulp nodig, beste mensen. Dit is de tweede baby van de week, waarvan de ouders geen geld hebben om hun kindje te transporteren naar Marokko. Deze ouders komen uit Marokko vandaan. Ze waren hier op familiebezoek. En tijdens de bevalling is hun kindje helaas naar Allah subhanahu wa ta'ala gegaan. Een verdrietig moment voor de ouders. Ze hebben mij gevraagd om hun te helpen. En bij deze zal ik natuurlijk ook met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala hun helpen. En daarom vraag ik de Umma gemeenschap waar ik geloof ik om te helpen. Om dit kindje zo snel mogelijk naar Marokko te transporteren. We hebben een bedrag nodig van 1600 euro, beste mensen. 1600 euro, zodat we dit kindje in Marokko kunnen laten begraven. Dus waar ik geloof ik om doneren, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al is het maar een euro, beste broeders en zusters. En zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in dunya, Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. Dus sta op, doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Deel deze video of doe een dua bij Allah subhanahu wa ta'ala. Het is echt triestig en zielig voor de ouders. Maar dit kunnen wij verlichten om hun verdriet een beetje natuurlijk te verminderen. Dus laten we beste broeders en zusters, deze broeder en zuster, de ouders, helpen inshallah, zodat ze hun kindje in Marokko kunnen begraven. Waar ik geloof ik op, hier laat ik het bij. En ik vertrouw op de Umma gemeenschap. We hebben het keer op keer laten zien dat we het kunnen. En inshallah vandaag zullen we het ook gaan bewijzen inshallah. Dus doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, zodat het kindje zo snel mogelijk in Marokko begraven kan worden. Ik vraag natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala om de ouders geduld en kracht te geven. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om hun samen met hun kindje straks te herenigen in het paradijs. Allahumma ameen. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.